Yo mensen, leuk dat je kijkt naar, ja, ik ben eigenlijk de tel kwijt. Ik denk de vierde aflevering van Minecraft Survival Season 4. En Jente doet ook mee vandaag. Yo. Yo Jente. En we zijn hier weer terug, de vorige aflevering. Heb ik dan eindelijk een fucking papegaai kunnen krijgen? Deze kerel hier. En als die nu weer... Ik zweer het, als hem nu weer die spant, dan ga ik hem slaan. En ik was bezig met... Was ik daar al mee bezig of wou ik dat deze... Ik denk dat ik dat deze aflevering wil gaan doen. Ik wou deze aflevering, wou ik bezig gaan met een gang door de berg om daar nieuwe kamers te maken. En Jente staat nu te dansen met mijn papegaai, zie ik. Ja, die kijk, ze zit met mij. Je hebt hier ook een achterloopding. Ik zie je nu door het raam. Maar als je de gang doorkomt en je gaat dan de deur naar buiten, dan kom je daar ook gewoon. Dus ja, niet zoveel speciaals. Oh nee, ik was er wel mee bezig. Ik zie Enter ineens naar beneden gaan. Maar ik was bezig met deze gang, want hier wil ik mijn nieuwe kamers gaan maken. Even gedag zeggen tegen... Hoe gaan we dat paard noemen? Ik weet niet, ik heb echt geen idee voor een naam voor dat paard, hè. Ik wel. Hoe? Cindy. Cindy, ja. Oké. Okay. Want, ja, dat is een juffrouw, de voornaam van een juffrouw bij ons, en iemand noemt die... Ja, laat maar zitten. Laat maar zitten. Cindy. Nice man, oké. Okay. We gaan, ja, verder met die fucking ding. Met de kamer, met die brug onder, ja, hoe, ik weet echt, een tunnel. Ik noem het gewoon de tunnel. De tunnel des, kamers. Ja, dat vind ik echt een mooie fucking... Wat moet ik doen? Als jij wilt, kunt jij, al waar zit je ineens naartoe? Oh. Als je wilt, kunt jij hout gaan haken. Ook wood. En dan ga ik even verder met gewoon het uithaken van deze tunnel des kamers. En dan gaat dat vanzelf gaan. Zo. En mensen, dan wil ik hier... Ik weet niet of ik de kamers hier al ga maken, want ik kan niet zo ver naar boven. Ik denk dat ik vanaf hier terug zo'n beetje naar boven ga werken. Vanaf hier. Ga ik naar boven. Dus wacht, hè. Even zien, hè. Dus we zijn van dit niveau 1, 2, 3 naar omhoog gegaan. Dus dan doen we dat hier ook. 1. Ik ga wel eerst even fucking torches zetten, want ja, dat moet. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bam. 1, 2, 3. Bam. Nou, aan de andere kant, just hetzelfde. 1, 2, 3. Bam. 1, 2, 3. Bam. Zo. Kijk eens. En dan kunnen we vanaf hier terug naar boven werken. 2 en 3. Kijk eens aan. En dan komen we hier uit. En dan kunnen we hier de volgende kamer maken. En de volgende kamer wil ik vandaag al gaan maken. En dat was de crafting en furnace kamer. Dus dat gaan we nu doen. En ik wil eigenlijk die papegaai mee naar binnen nemen, maar ik ga dat niet doen. De crafting en furnace kamer. Oké. Okay. Ik wil die kamers misschien even groot maken als mijn bedroom. Ik weet dat niet. Of net niet zo groot maken. Ik weet het allemaal niet. Maar ik heb in ieder geval veel wood nodig. En ik heb torches nodig. Maar ik weet niet of ik... Nee, ik heb dus echt bar weinig kool. Dus ik zal ook eens een aflevering terug moeten gaan minen. Ik heb echt weinig van alles. Ik heb echt weinig van alles. Dus ja. Dat wordt ook een probleem om mee te moeten gaan leven. 2, 3, up.
dan de volgende moet daar komen, daar en daar. Oké, zo. Dus de volgende kamer wil ik... Waar ga ik hem maken? Hier. Hier zo ga ik hem zetten. Hier komt de deur naar de furnace en craftingkamer dingetje. Dat moest blijven staan. Maar dat wordt toch goed, dus dat boeit me niks. Dat ik daar nu even cobblestone zet. Zo, 3 naar daar. 3 naar daar. En dan breekt mijn fucking pickaxe. Mag ik ook nog eens een nieuwe pickaxe gaan? Oh, dat is zo fucking... Ik heb geen sticks meer. Oh my lord. Jent, heb nu niks dingen, maar heb jij sticks al gaan halen of niet? Oh, of... Wacht. Yep. Desnoods kan ik... Wat? Nee, ik dacht dat ik in een put gevallen was. Maar... Van wat de hel heb ik sticks gemaakt? Ook, had ik zelfs ook wood. Dat wist ik niet. Oké. Dan maak ik daar wel een fucking pickaxe van. Pickaxe. Zo. Huppatee. En dan kan ik even verder gaan met dat ding hier uitminen. Die kamer. Zo. Hoeveel wood moet ik hebben? Oh, als je al een beetje wood hebt, is het goed hoor. Oké. Nu hoop ik niet dat die torch net... Ah nee, de torch moest hier komen. Oké, dan is het heel mooi. Zo. Het moet maar een kleine kamer zijn, want zoveel furnaces en crafting tables en weet ik veel wat, ga ik hier toch niet zetten. En dan een chest met wat materiaal in, zodat het een beetje... ja. Legit lijkt allemaal. Ik denk zelfs, als we nu nog één dingen eruit kappen, dat het dan al groot genoeg is. En dan moet ik natuurlijk nog ja, het wood zetten natuurlijk en alles, maar voor de rest, ik denk dat het al groot genoeg is. Zo. Huppatee. En dan zet ik hier, yes. Hier. Doet je dat zo nog altijd? Ja, ik doe dat altijd zo. Vindt dat leuk. Voilà. Merci. Dat is wel goed veel hout, ja. Dank u. Dus, nu, ja, je kunt, we kunnen even slapen, dus als je nog even terugkomt, kunnen we, ja, slapen. Ik weet ook niet. Voilà. Ik zou eigenlijk mijn papegaai naast mijn hond op dat kleedje willen zetten. Dus misschien ga ik dat doen, zelfs. Maar, Ik kan misschien iets gaan zoeken en een papegaai gaan zoeken of zo, ik weet niet. Ja. Dat kunt je doen, inderdaad. Dus deze neem ik mee. En die. Oké, mijn hele fucking inventory zit vol. Dat heb ik niet nodig. Weg allemaal met die shit. Dat heb ik niet nodig, zo. Kijk eens aan. Zoveel fucking stacks met cobblestone heb ik ook niet nodig. Komt u maar mee. En dan gaan we die even installeren in de crafting en furnace kamer. Hup, 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 hup. Zo. Nu kan ik die torch... Kan ik hier terug? Waar is die andere? Ah, die ligt hier. Oké. Zo. En.
Huppatee, zo en zo. Nou, de buitenkant die ziet er al fucking fabulous uit. Zo. Ik ga hier geen deuren zetten, dat is voor niks nodig, dus. Zo. Huppatee. Hoe precies heb je ongeveer nodig voor zo'n papegaai te tennen? Ja, dat kan er van afhangen. Als die drek. Ja, probeer maar. Ja. Zo. Hup. Kijk eens aan, dan kunnen we zo. Oh my fucking god, breek die pickaxe weer. Maar nu heb ik in ieder geval al meteen genoeg voor een pickaxe. Zo, en die daar. Holy fuck, wat ben ik bezig. Zo. Het dak en de vloer doen we dan zelfs wel. Ik wil eerst crafting tables. Die dat kunnen. Dan moet ik twee crafting tables. Twee furnaces. En hier zetten we dan een fucking plant of zo, ik weet niet. Ja, weet je wat we doen? Daar zetten we een fucking plant neer. Inderdaad, hier zetten we een fucking plant neer. Zo. Dan doen we nog even rap zo. Maak ik hier even trapdoors. Zet ik dat daar tegen? Huppatee. En dan heb ik even leaves nodig. Daarvoor heb ik een shears nodig. En ik heb iron, denk ik, nog daar liggen. Tot nu toe ziet de kamer er nice uit. Vind ik zelf. Iron, 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 iron. Ja, waarom de fuck heb ik geen iron? Oké, 44 iron. Oké. En hier had ik wel nog kolen. Dus die kolen neem ik ook even mee. Dan kan ik die gaan verdelen in mijn nieuwe furnace slash craftingkamer room ding. Ja, jullie weten het wel. Kijk eens aan, man. Dan kan ik even de helft hiervan pakken en dat verdeel ik dan nog eens onder drie. Wacht, ik ben echt heel. Ik ben heel moeilijk aan het doen at the moment. Zo. Wat is dat voor iets, ja? Jesus. Wat? Ik denk als je iron wilt vinden, dat je naar mij moet komen. Ja, ik heb al veel iron, maar je mag natuurlijk de rest mogen nog meebrengen. Ja, ik kan daar nu nog niet in, denk ik. Want ik ben nog te zwak. Hier doen we nog 6 bij en daar doen we nog 6 bij. Dan kan die hele ironberg even smelten. En dan pak ik een shears. En dan moet ik buiten zijn voor die leaves. Ja, yo, papegaai, ik weet dat je er zit. Dan heb ik even. Twee leaves, kijk, dat is toch fucking perfect. Heb ik twee leaves nodig? Even twee leaves, zo. Kan ik weer naar binnen gaan en kan ik die daar zetten? Oh. Kijk eens aan. Ik vind het prachtig.
Oh nee, ik heb nog een beter idee. Fuck dit, ik ga die hele boom kaal scheren. Hola. Nu gaat het echt. Oh. Waar zei. Oh, ik zie uw nametag nog net. Hier, ga maar helemaal fucking house over die boom. Kan ik van. Dan heb ik die leaves. Thank you for the leaves. Kan die boom ook. Ik ben aan de achterkant van je huis, ben, maar ik ben niet zeker. Dat kan goed zijn. Ik kom even naar de achterkant dan. Oh, ik heb hier een cave gevonden. Allee, toch zoiets, ja. Oh. Waar de fuck zit jij? Ja, ik ben even weg hoor, want hier is een creeper die gezelschap zoekt. Ja, de creeper is weg. Ga fucking kak. Ah ja, ik ben hier. Aan het huis. Ja, ik ben hier ook. Ik hoop niet dat hij nu allemaal fucking gaat afvallen, maar... Ik zie dat mijn sugarcane ook goed gegroeid is. Weet je, zo. En nu zelfs mogen komen kijken. Nu nog niet, zelfs mogen komen kijken. Naar mijn nieuwe room. Hij is nog een aanbouw, hè, dus ja, even wachten. Daar staat zo'n paard. Zo. Kiekjes om. Bam. Bam, jongen. Ik had het niet mooier kunnen voorstellen. Alleen, het wordt wel een beetje zo... overrompeld met al die fucking leaves. Maar hey, mij hoort je niet... klagen. Nee, hoort je absoluut niet klaar. Je mag wel eens komen kijken hoor, ik bedoel. Wacht heel even, ik ga hier even aan de overkant kijken of hier een papegaai is, want ik vind dat echt niet. Ik weet niet of ik de vloer al kan invullen voor het deel, misschien wel. Ik ga de vloer wel al eruit halen. Meijer is een dikke jungle. Zo. Het natuurlijk het belangrijkste. Oké, ik kreeg de vloer niet helemaal ingevuld. Dat was natuurlijk wel te denken. Stone axe, zo. Ik ga even dit zo doen. Zo. Ja, ik weet dat je er zit, papegaai. Doe maar rustig. Hier is ook zo'n groot ravijn. Ja, dat is dichtbij hier, ja. Dat is waar. Zo, heb thee. Oh, hier ook al een ravijn, holy shit. Ik ga ineens genoeg hout meenemen voor ook ineens het dak te doen. En als we die kamer af hebben, is het weer einde aflevering 4. Holy fuck, man. Hey, ik heb een papegaai gevonden. Nice. Blauw, heel blauw. Oh, nu gaat hij vliegen. Oh, een stek en 8 wood zal wel genoeg zijn, hoop ik. Voor de vloer en het dak nog de rest in te vullen. Ja, ik heb hem. Volgt hij nu gewoon of wat? Ja. Die volgt gewoon. En nu uw huis terugvinden. Ja, dat kan een opdracht zijn.
Dat gaat nog eens nooit lukken en het is al donker aan het worden. Hè. Ja, en het nadeel is dat ik u niet kan teleporteren nu. Dus... ja. En je kent mij, hè? Ja. Oh, ik zie nu al bijna niks meer. Ik moet hier echt uit zijn, uit die jungle hier. Dat duurt ook gewoon even mijn fucking pickaxe. Ik heb echt scheet eraan nu op dit moment. Nu ligt dat wel allemaal daar van bovenop, maar dat zal wel afvallen als ik dit, als ik dat begin in te vullen. Oh yes, ik heb het gevonden. Oh, mijn leven is fantastisch. Hup, ja, hey. Ben ik in het water gevallen. Zo. En de kamer is officially af at the moment. Je kunt komen kijken. Oh, hier is weer zo'n zombie. Naar het eindresultaat, mate. Het is af. Eindelijk. Fucking. Ja, het stijnt van naar buiten. Kom naar buiten, want er is een creeper en een skeleton niet voor je huis. Oké, okay, wait. Gewoon rennen. Ren naar binnen. Ren naar binnen. Uw papegaai vol. Ah! Rennen. Oh, ik ben binnen. Wacht, zet uw papegaai even. Waar de fuck is uw papegaai? Weet ik niet. Ja, hier is de mijne, maar uw is vliegen. Oh, alles voor niks. Ja, oh nee, hier zit de binnen. Oh. Oh, kerel. Maar ze kunnen wel niet buiten blijven, dus je zult ze, ja, zo, en nu naar buiten duwen. Want ze als ze binnen zitten, dan die spawnen ze. Ik weet ook niet waarom dat is, maar... ja, uwe zet ik aan die kant, en mij, nee, aan de andere. Oké, kom even heel snel slapen, en dan kunt je naar de kamer gaan kijken. Oh man, ik kreeg een hartaanval, man. Nu had ik het eindelijk gevonden, en dan... Zo. En dan nu heb je resistance, of hoe zeggen ze dat, ik weet het niet, het maakt me niet uit, ik kan geen Frans. Of ja, ik kan wel Frans, maar ik kan dat niet goed. Ja, de fucking crafting slash kamer ding. Check je. Ik vind het prachtig in deze chesten dan ja, voor dingen in te vullen waarmee je kunt craften. Hier ga ik fucking cobblestone inzetten en hier zet ik sticks in. Dus dat ik weet dat ik met die dingen kan, ja, weet ik veel, kan craften. Dus mensen, in deze nieuwe pas gebouwde kamer gaan wij de video, of ga ik de video afsluiten. Vond je hem fijn? Laat dan een like achter. Abonneer en dan zie ik jullie graag de volgende keer terug bij een gloednieuwe Minecraft Survival Serie video. Doei!